Maar en opnieuw, want ik denk al onze collega's die gebleven zijn en die nog tot een jaar na acquisitie gebleven zijn, die hebben zo'n mooie cv opgebouwd. Dus ze hebben allemaal mooie rollen daar gehad, ze hebben een acquisitie meegemaakt, ze hebben een scale-up meegemaakt, ze zitten allemaal op heel mooie posities, ze hebben allemaal heel mooie jobs, heel leuke jobs. Sommige jonge mensen die al VP zijn in organisaties. En anderen vinden er weg wel. Ik denk, we zitten echt in een business dat super schaars is. Talent is super schaars. Dus iedereen vindt een nood aan een nieuw job. Maar wat dat voor mij veel belangrijker is, post-acquisitie, is, zijn uw klanten. Dat is belangrijk. En daarom dat ik zeg, je moet op zoek gaan naar dat bedrijf, dat DNA draagt en dat wil dragen en je product wil laten groeien. Dat is veel belangrijker. Dat doet voor mij veel meer zeer. De klanten die zeiden van, ik mis je toch, of het was toch beter maar als jullie het deden, of als die persoon het deed. Dat, dat vind ik veel belangrijker. Vind ik veel belangrijker dan mensen die will find their way. Ja. En hoe heb je dat gecommuniceerd met je klanten trouwens? Want dat is ook wel een goed punt. Je hebt interne communicatie, maar externe uiteraard ook, hè? Ja, zeer strategisch. Hè. Je moet klanten gaan opdelen, hè, in grote, kleine. Je hebt ook bepaalde service level agreements met bepaalde klanten dat de communicatie moet doen of big changes moet melden. Dus natuurlijk een heel plan dat opmaakt en dat dan zorgvuldig gaat gaan communiceren. Dus dat is belangrijk. En ik denk die transitie voor die klanten, dat niet onmiddellijk, daar is het wel zo. Hè. Ik denk de vlag of de nieuwe pet voor uw personeelslid, dag 1. Maar ik denk wel dat het een goed en een mooi transitieproces of proces moet maken. Qua marketing, het zijn qua, hoe gaan we nu veranderen van logo en van kleuren en van communicatie en portalen. En dat wel, die merge is wel belangrijk, dat goed doet. En dat niet zo shocking is, want als mensen naar je platform gaan en plots ziet dat het volledig anders is, dan gaan ze al denken dat je gehackt bent of dat er iets aan het gebeuren is. Dus dat moet je wel stap voor stap aanpakken. En dat is ook wel heel goed gebeurd, denk ik. Maar dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Maar dat is wel een beetje een contrast, omdat je intern, want dan zei je, als je het anders zou doen, of als je het opnieuw zou kunnen doen, is het dadelijk de nieuwe pad op intern, en extern is dan heel anders. Dat is dan toch moeilijk te organiseren uiteindelijk. Nee, dat is niet waar, want met intern moet je gewoon heel kort en kordaat zijn. Het is een nieuw bedrijf, het is een enterprise company, het is een groot bedrijf. Het zal anders. Processen zijn anders en je gaat daar moeten mee leren leven. Dat gaat je enorm veel opportuniteiten bieden, maar dat gaat ook bepaalde downsides hebben. Hè? En als je daar niet mee akkoord bent, dan is het best dat je eigenlijk, heel eerlijk bent, tegen jezelf van nu al vertrekt. Want ik ga nu een bedrijf mergen. En verder schalen. We gaan ook mensen zoeken die in die andere cultuur passen en niet meer in onze cultuur. Deze persoon die zal hier nu mijn job overnemen. En we gaan naar hem moeten luisteren. Ik denk dat we daar heel kort moeten zijn. Omdat je sowieso een drain krijgen van mensen. Dat gaat churn zijn. Maar als liever dan die in het begin weglopen. Omdat het dan toch nog een deel opneemt. En dat je direct mensen kunt hiren die posities kunnen overnemen. Dat je die kennis kunt kunt gaan verspreiden en opnieuw in dat andere bedrijf kunt injecteren. En dat is belangrijk, langs die kant. Maar langs de andere kant, de klanten, dat mag iets langzamer gaan. Hè. Dus laat die maar lopen en zorg maar dat daar gewoon een mooie merch wordt. Als ze allemaal snappen, oké, ja, die zijn nu onder een nieuw vlag. Dat moet via marketingkanaal pushen. Dat moet via communicatie, een succesteam gaat dat moeten communiceren. En langzaamaan. Dus dat moet iets geleidelijker gaan. Gewoon puur dat klanten zijn daar niet dagelijks mee bezig. Voor sommigen is die impact ook niet heel. Het hangt ook af van de relatie die je hebt met je klanten, denk ik. Als dat iets is. Allee, advocaten, om jouw voorbeeld nu te nemen, die zijn nauw betrokken bij jouw platform, terwijl een andere business kan dat misschien een stuk minder zijn. Hè. Dus, het is ook. Maar en toont je klanten wat de potentiële meerwaarde is. Hè? Als we daar plots in een grote groep zouden zitten en die hebben nog heel veel andere functionaliteiten of producten die waar dan ze ook baat bij hebben, dan is dat des te beter ook voor die klanten. Dus,